Op zijn 14e stapte Harry Lucassen in het kappersvak. En nu, na 56 jaar, stopt hij. Wanneer kwam het echtpaar naar Almelo? We zijn in 1 oktober 1974 op de Schelvorst komen wonen. Ja. En toen was hij in loondienst bij Henk Sandberg in de Grootstad Zuid. Ja. In het Gunterpand. Ja. Ja. En daar heeft hij dan 8 jaar gewerkt. En toen is hij bij Henk weggegaan. Is hij voor zichzelf begonnen op de Rembrandtlaan Hoekmaardijk. Dat was ook zo'n klein zaakje als we dus hier dus hebben. Ja. Verhuurbare ruimte heette dat. Ja, heette dat. Wat zit Jozef? En hoeveel jaar heb je daar gewerkt aan de Maardijk? Twee jaar. Twee jaar. En toen heb ik het van Sandberg overgenomen. Ja. En toen hadden we een kapseltje staan. En die heeft daar ook nog 2 jaar gestaan. Ja. En ik zelf ben op de Grote Straat gebleven. Maar je hebt geen zitvlees gehad. Ik bedoel, nee. Je hebt meer gedaan dan alleen knippen daar. Kun je daar iets over vertellen? Ik heb van alles gedaan. Ja, wat is van alles? Nou, alles verbouwd. Verbouwd. Ja, daar kwamen we. Ik heb een keertje een opmerking gemaakt van het terugzetten naar de oude situatie zoals het vroeger het pand was bedoeld. Ja, ja. Ja. En dan hadden we een longarts en die heette. Witsenberg. Witsenberg. Ja, dokter Witsenberg, ja. Een stadsherstel. Ja. Ja, die kreeg de oren aan en die kwam op visite en hij zegt, dat vind ik wel een leuk plan. Ja, ja, ja. En toen hebben we dan met z'n drieën stadsbestel, de gemeente Almelo en ik, zei ik, hebben dat samen geklaard. Want in mijn eentje kon ik dat, dat was wat te duur. Wat je buiten ziet, komt ook weer terug een beetje binnen. En dat hoort bij Joekes. Ja, ja. En ik heb ook prachtige schilderingen gezien. Ja. Wandschilderingen. Wandschilderingen. Ja. En ja. Alles. En toen ben je begonnen. En met pauwen. Dat was, en met de toonbank ben je begonnen. En met de toonbank heb ik op zolder. Heb ik 2 jaar gewerkt. Ja. En de gipsen lijsten. Ik heb gipsen lijsten getrokken. Ja. Daar ben ik ook 2 jaar mee bezig geweest. Dat was dus een werkzame tijd. Nee? Ja, dat was een hele werkzame tijd. Overdag deden we knippen. Ja. En s'avonds ging ik na het eten ging ik een uurtje liggen. En daarna ging ik gewoon naar beneden. En dan ging ik. Tot een uur 1 door. Een uur 3. Ja, soms 3 uur 3 s'nachts. Soms 3 uur s'nachts. En dan stond je om 19:30, 20:00 weer op. Om 19:00 stond ik weer op. Ja, het was weinig slaap, maar dat ging vanzelf. Want je had een plan, je wou het. En daar ga je ervoor. Ja. En dan ging het zonder moeite. Was helemaal in zijn element. Ik vind het zonder moeite. Ik vind het zo jammer, al het werk wat je daar gedaan hebt, is uitgebroken. Hè? Ja. Dat is jammer. Ja, maar jongeren denken anders. Hè. Ja. Dan, want het Groenland is in 1910 gebouwd. Ja. Ja. En dat is ook gewoon naar de buitenkant zo gebleven. En toen was het al een dure bouw, hè? Ja, helemaal. Met al die tegeltjes, want dat is het unieke van de pand. Het draagt allemaal van die mooie tegeltjes, dan kon je zien wat erin zat, de bakker. En de taartjes. En de taartjes boven op het dak. Ja. Schoorsteen, ja. Want het schitterende pand, ik vind nog een van de mooiste panden. En de krakelingen. Harry, 56 jaar en nou ga je een welverdiende pauze in zijn wezen. Ja, die gaan we. Maar die pauze is ook weer geen pauze, hè? Nee, we gaan gewoon lekker bezig, schilderen, bellen houden. We zitten hier. Maakt helemaal niks uit. Je hebt je hele kapperszaak. Ja, dat wordt atelier. Is opeens verdwenen. Wordt atelier. Ja, ja, ja. Ik ben dan weer bezig. Ja, prachtig. Dit wordt een atelier. En wat ga je allemaal doen? Schilderen. Alleen maar schilderen? Ja, en beeldhouwen. Beeldhouwen ook, ja. En kleien. Ja. Van alles. Ja. Maakt niet uit. Ja, prachtig. En een beetje een naaimachientje komt erin te staan. Alles. We gaan alles wat kan dat doen. Ja. En als er bloemetjes komen, dan maak ik er een mooi pakketje. En hopen dat je een klein beetje meer nachtrust krijgt dan voorheen. Ja, slapen is, men slaapt maar 1/3 van zijn leven en dat is jammer. En daar hou je aan. En dan weet je niet meer dat je leeft. Nee. Dat is wel jammer. Ja. Je moet leven, af en toe een slaapje.